Rapport, PC blijven ingetreden. We zitten hier in het Oost-Afrikaanse Burundi, net buiten de hoofdstad Bujumbura. 39 man van de genie uit Wezep is hier 9 september aangekomen voor een kleine missie. Een deel van hun zit bij de politiepost Koyosera. Hier bouwen zij samen met Burundese collega's legeringsgebouwen en sanitaire voorzieningen. Het gaat er vooral om informatie uit te wisselen op het gebied van bouwtechnieken. We zijn hier met een 9-tal mensen bezig. Burundese te ondersteunen met 5-tal gebouwen. 3 schoolgebouwen, een gebouw voor de krijgsgeschiedenis en een administratief gebouw. Kunt u ook vertellen wat dit precies voor een plek is waar we nu zijn? Dit noemen we kamp Muha. Dat is een aantal kilometers eigenlijk buiten het centrum van Bujumbura. 10 minuten tot een kwartier rijden vanaf ons kamp Sambi. En hier gaan we dus dagelijks onze werkzaamheden doen. Je helpt het land mee op te bouwen, zodat ze hun eigen veiligheid, hun eigen hiërarchieke gebeuren binnen defensie en politiesysteem beter kunnen uitvoeren. Zeg maar. Welkom op Boerentex, een van de locaties waar wij aan het werk zijn. Wat wij hier doen is, wij ondersteunen hier de andere bouwlocaties, politiekamp Kenosha en het legerkamp Moa. Wat wij doen is hier de voorbereidende werkzaamheden voor de dakspan. Dus wij maken hier voornamelijk dakspanten, de kozijnen voor de ramen maken wij hier. En ja, dat is een beetje onze werkzaamheden. Het is niet de kazerne wat wij gewend zijn. We moeten een beetje door de kippen en geiten en de moestuinen heen lopen. En de mensen wonen hier ook op de kazerne. Niet zoals wat wij gewend zijn, maar gewoon een plaggenhutje met golfplaten. Dus het is wel totaal anders dan wat wij gewend zijn. Dit is Monique van Rijen voor Defensie in Bujumbura.